de baard op je beeldscherm. Welkom. Voordat ik deze vlog begin, wil ik 3 dingen kwijt. Nummer 1 is dat sommige mensen die we vaak kijken, die weten dat. Dit programma volg ik nog 2 weken. Dan doe ik een deload. Dus even een weekje een beetje rust, een beetje het volume wat omlaag. De intensiteit niet, alleen het volume. En dan start ik het programma opnieuw. Daarbij wil ik gelijk toevoegen dat ik dan een andere video ga maken. Waarbij ik ga dat programma voor ongeveer 20 weken volgen, denk ik. Ik denk het best. Moet nog even precies uitpluizen. En dan wil ik een videootje gaan maken. En wat mijn doel is voor die 20 weken. Zodat jullie ook precies kunnen zien waar ik mee bezig ben. En waarom ik train en bla bla, et cetera. Wat meer insight. Het tweede ding, dat is dat ik de vlog op zondag om 8 uur sowieso wil gaan houden. En dat ik dan een tweede vlog wil toevoegen op, ik denk op een woensdag. Maar pin me daar niet precies op vast. Ik zal mijn YouTube banner even aanpassen en daar een tijdstip neerzetten en een dag. Zodat de video's iets wat korter worden. Want ik merk dat sommige video's toch wel een kwartier duren, 17 minuten zag ik al. Dus dat is al vrij lang. Dus ik wil 2 trainingen uploaden per week. En het derde, heel onbelangrijke ding is dat ik mijn haar vandaag niet heb gedaan. Want ik zie het er niet uit, ik weet het, sorry. Dat zal ook nooit veranderen met zo'n baard. Maar daarbij komt, ik heb mijn haar niet gedaan. Het is 31 december. Dat betekent dat ik dus niet 's avonds ga trainen, wat ik normaal altijd doe. Maar ik train nu lekker 's ochtends om 9 uur is het nu. Dus vandaar dat ik mijn haar niet heb gedaan. Maar dat maakt natuurlijk geen uit. Dus laten we beginnen. Kijk, ik wil jullie gelijk even meenemen naar dit probleem. Let op. Dit begint nog wel een probleem te worden. Dit was allemaal nieuw. En zoals jullie zien, is het allemaal regen en water en wind. En wordt alles aan die kant wordt nat. Het is dan gelukkig dat dit een potje, een dekseltje heeft. Alles wordt nat. Zelfs mijn trainingsbank. Hier, zelfs mijn trainingsbank is nat. Dan gaan mijn gewichten natuurlijk naar zijn grootje. Nou, dat vind ik toch nog niet zo'n ramp. Tot ik had alleen maar wat roesten, nou, daar kan ik wel mijn leven. Alleen dat het hout nat wordt, dat is wel even een dingetje. Dan moet ik toch wel iets op gaan verzinnen, eigenlijk. Ik zou nog niet helemaal weten wat. Die zeggen ook niet, er komt iets neer. Het schema wist ik in de montage. De volgende vlog dus, niet in deze. Dit is vandaag de volgende dag. En dan komt ook weer de volgende vlog is de intensiteitsdag. Die komt op een zondag, als het goed is. Zondag 8 uur. Komt-ie, in recordtempo. 1 herhaling, 5 setjes, alle oefeningen. 155 squat, 51 overhead press, 167,5 deadlift. Dat gaan we doen deze week. Let's go! Zo even een kleine scène laten zien van wat er hier nog meer gebeurt tijdens het sporten. En dat niet altijd alles goed gaat, want ik kan wel alles leuk monteren zoals ik altijd doe. En de goede dingen erbij plakken en de slechte dingen eruit knippen. Maar zo zit ik niet in elkaar, weet je. Ik wil dit kanaal gewoon de waarheid laten zien. Voor de rest niks anders. Gewoon geen bullshit op dit kanaal. Ik ga die scène even laten zien. Komt ie. Wat jullie daarna net zagen tijdens de squat, dat was een pauze squat van een seconde. Waarom doe je dat? Geen flauw idee. Dat was een foutje. Dat kostte verschrikkelijk veel energie. En dat moet je niet al te vaak doen. Gewoon even een concentratie dingetje, even concentratie weg.
bleef 2 seconden hangen. Begon me twijfelen. En ik denk, ja, ik moet niet blijven hangen, ik moet gewoon door. Dat moet ik niet doen, kost veel te veel energie. Dat het al zwaar was en als jullie goed hebben opgelet, zagen jullie ook wel dat ik zeg maar die bounce op de borst en vanaf daar weer omhoog kwam. Dat deed ik omdat ik al voelde dat het heel zwaar was. Vakantietijd, ik werk niet, gewoon niet zoveel energie, kan het gebeuren. Oké, 6 kilo eraf gehaald, nou wat makkelijker doen. Wat? Kan ik daar toch niet tegen als er iets niet lukt? Dat vind ik echt vreselijk. Misschien dat ik zo nog even bierfust erbij pak. En dan nog wel wat extra overhead presses doe. Om toch nog even te knallen. Is misschien niet de juiste beslissing. Maar dat zullen jullie in de volgende vlog zien. Die klote overhead press. Wie denkt je wel die dat die is? Ah. Ga toch nog even, omdat ik eindelijk te veel energie heb, een van de stones maar even optillen. Kijken of het lukt. Ik heb wel veel energie, alleen mijn hele lichaam is wel helemaal gebroken na de training. Vooral mijn schouders natuurlijk. Dus ik ga even kijken of het gaat lukken. Dat was het voor dit jaar. Bedankt. Ook al ben ik wel een paar dagen te laat. Fijne jaarwisseling alvast. Of, ik hoop dat je dat hebt gehad. Fijn nieuwjaar. Sportief jaar. Mazzel.